Tijd om wat meer in te zoomen op de troonrede in de bonusronde met de welluidende titel Wat een piepreden. Het werkt als volgt. Jullie zien koning Willem-Alexander een zin uit de troonrede voorlezen. En daar hebben wij woorden uit weggebliept. Aan jullie de schone taak om te raden waar hij het over had. Handen aan de knop, hier komt de eerste. Het is verleidelijk om bij de start van dit parlementaire jaar terug te blikken op... Bert. Op de eerste factuur van de verbouwing van het Binnenhof. Dat zou beleid zijn, hè? Ja. Wat denken jullie? Ook die sportzomer, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, laat maar kijken. Om bij de start van dit parlementaire jaar terug te blikken op een sportzomer. Ja, de koning heeft een punt natuurlijk. Het is ontzettend verleidelijk om even terug te blikken op die heerlijke sportzomer. Pardon. Volgende vraag. Koning, kom er maar in. Er leven acute zorgen over migratie, de overspannen woningmarkt en het... Het transferbeleid van Ajax. Ik ben bang dat het niet goed is. Zeg maar. Ja, stikstofbeleid. Stikstofbeleid. Ja. Hey, boom! Is dat dan? Ik hoop het. Zullen we kijken? Er leven acute zorgen over migratie, de overspannen woningmarkt en het gezinsinkomen. Oh, nou, dat ja, goede poging. Sommige gezinnen is ook stikstof. Ja, precies. Is ook zo. Beetje harteloze montage van de NOS. Heeft de koning het over zorgen voor het gezinsinkomen, brengen zij net op dat moment een werkende moeder in beeld die laatst nog de baan is kwijtgeraakt. Nog één van de koning. In het onderwijs betekent het fundament op orde dat er veel aandacht moet zijn voor de basisvaardigheden. Holy moly. Oh, je hebt gedaan? Ja. Dit gaat over de basisvaardigheid. Hoe gedraag je je in een WhatsApp-groep van de klas? Kijk, mag ik daar even iets over zeggen? Kijk, wij zitten... We hebben een WhatsApp-groep van de klas. Kind van 7, hè? De WhatsApp-groep van de klas, daar gebeurt veel in. Want er moet veel gebeuren. Het is een Steiner-school, weet je wel. Daar ga je al. Antroposofisch. Antroposofisch. Als wij ruzie hebben, dan breien wij een duif. Nou. maar... Wat er vandaag is gebeurd... Zeg alsjeblieft dat het niet waar is. Wel. En die kroep... Nee, maar... maar sinds dit jaar... zijn er een aantal nieuwe kinderen in de klas. Waardoor er ook nieuwe ouders, 2, in de WhatsApp-groep erbij komen. En dan... Oh, daar gaat er iets mis, jongens. Dus er is een man bijgekomen, dat is de vader van een kindje. En laten we zeggen Alex. Dat is een fictieve naam, maar dat is toevallig ook hoe die echt heet. Nee. Wat die dus heeft gedaan... Jij moet zoveel duiven gaan breien. Ik had nog eens... Ja, ik heb... voor de volière. Nee, ik heb wel een brandende duif voor zijn deur gelegd. Maar kom op, heb jij kinderen? Ja, 2. 2? 2 dochters, ja. Jij kent dit fenomeen ook, de WhatsApp-groep uit de klas? Ik zit er niet in. Jij zit er niet in. Maar als je erin gaat, doe dit niet. Kijk, nee. wat die meneer doet, die zegt dan opeens... allemaal leuk en wel, hoor, maar echt te veel berichtjes. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Hij is net nieuw, toch? Hij is net nieuw, maar wat er daarna gebeurt is fantastisch. Daarna vraagt zijn vrouw... Wanneer worden de uren medegedeeld voor het oude contact? Nou, die hebben we even laten hangen, zeg, met z'n allen. ja, zoek het uit. Oh. En dat is waar Willem-Alexander het over had in de troon. Laat maar zien. Dat er veel aandacht moet zijn voor de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Ja, hallo. Inderdaad. Dat is simpele mensentaal voor wat ik net zei. Ja, die aandacht voor de basisvaardigheden wordt er vast niet beter om met al die onderwijsbezuinigingen. Aan de andere kant, dit kabinet is onder laag opgeleide veel populairder dan onder hoog opgeleide. Dus wat dat betreft zijn ze heel strategisch bezig. Tot zover de piepreden. Met even de snelle tussenstand, het is 5-6. Vernedering. Hele lange verhalen, maar geen puntjes, hè? Ja.
Is het al het 43ste filmpje dat je hebt afgekeken? Snappen wij helemaal, hoor. Wij shutje niet. Kijk vooral verder. Word lid, like en abonneer voor meer video's. Tot zo aan het eind van de volgende video. APPLAUS